Dit is de Lenovo Tab P12, een elegante, krachtige tablet waarmee je eigenlijk alles kan. En dan heb ik het niet alleen over de rustige dingen, zoals lekker ontspannen. Nee, je kunt er ook zonder problemen zware games en apps op draaien. En blijf kijken, dan vertel ik je er van alles over. Ja, ik zei het net al, je kunt er dus zonder problemen zware apps op draaien. En dat komt omdat er een beuker van een processor in zit. De MediaTek Dimensity 7050 processor. Daarbovenop zit er 8 GB LPDDR4 RAM geheugen op en een flinke opslag van 128 GB UFS 2.2. Ja, ik weet het, dat zijn een hoop technische termen, maar het komt erop neer dat deze tablet eigenlijk alles aan kan. Of je nu werkt, gamet of creatief bezig bent. Grafisch zware programma's zijn geen probleem en dat is dus perfect voor de content creators onder ons. Maar ook de grotere, zwaardere games runnen soepel op het besturingssysteem Android 13. Wat je trouwens misschien al is opgevallen is het grote beeldscherm. Hij is maar liefst 12,7 inch en levert haarscherp beeld af. En de latency, oftewel de vertraging, die is laag en de verversingssnelheid is juist hoog. Ja, misschien zegt dat je niet zo heel veel, maar de gamers onder ons zullen beamen dat dat precies is wat je nodig hebt om lekker, snel en vloeiend te kunnen gamen. Maar niet alleen voor gamers, ook voor creatievelingen is de Lenovo Tab P12 uitermate geschikt. Sterker nog, er wordt standaard een Lenovo Tab Pen Plus meegeleverd. En daarmee kun je naar hartelust tekenen en schetsen. Ja, je ziet het, ik kan totaal niet tekenen en ik ben ook helemaal niet creatief. Maar ben jij dat nou wel? Dan past deze tablet helemaal bij jou. De batterij van deze tablet gaat praktisch de hele dag mee. En het fijne is dat de Wi-Fi 6 technologie erin zit. Dat is zo'n beetje de nieuwste techniek en die zorgt ervoor dat jij snel en betrouwbaar internet hebt. Dan nog even over het uiterlijk van deze Tab P12. Nou ja, kijk zelf maar even, hij straalt stijl uit. En de kleurafwerking is grijs en bovendien zien we camera's aan zowel de voor- als de achterkant. Hij weegt ook maar 615 gram en het is natuurlijk bijna niks. En ja, omdat je met een tablet toch vaak door het huis heen loopt of onderweg bent, vind ik dat persoonlijk wel prettig. Al met al is deze Lenovo Tab P12 een klasse tablet. Je kunt er eigenlijk van alles mee doen. Foto's en video's bewerken, allerlei zware games en apps erop draaien en ook de creatievelingen onder ons kunnen hun hart ophalen met een meegeleverde pen. Kortom, hij is van alle markten thuis. En wil jij hem alvast bestellen? Dat kan, klik dan eventjes hier. Of check de beschrijving, want daar staat meer informatie en dan zie ik je heel graag de volgende video weer terug. Ciao!